Welkom, ik ben Rob. En mijn naam is Femke. En samen presenteren wij De Kracht van Enschede. Ja, normaal bent u gewend om Niels Veurink hier te zien. Maar die is er deze week niet. Hij geniet van een skivakantie. We hopen dat hij volgende week weer terug is in één stuk. Maar hij heeft even een boodschap voor ons allemaal ingesproken. Even kijken. Als je op wintersport gaat, dan zeggen de mensen veel plezier en doe voorzichtig. En met dat doe voorzichtig heb ik altijd een beetje moeite, omdat de essentie van wintersport volgens mij juist is dat je onvoorzichtig doet en daar je plezier uit haalt. Dus die onvoorzichtigheid, die onveiligheid, geeft plezier. En precies daarom ben ik vandaag hier, maar jullie gaan praten over veiligheid. En desalniettemin wens ik jullie ook veel plezier en doe voorzichtig, hè. Deze week gaan we het dus hebben over de veilige stad. Is Enschede veilig of loopt het de spuigaten uit? Of valt het eigenlijk allemaal wel mee? Dan de toekomst. Onze droom van de veilige stad. Hoe ziet het er straks uit en wat gaan we daarvoor doen? Ja, we praten vandaag met vier gasten, experts en betrokken inwoners. En we hebben ook nog een optreden van Arthur Adam. We gaan beginnen. Hey, voel jij je wel veilig in de stad? Ik voel me eigenlijk wel veilig in de stad. Ik ben niet bang aangelegd. Maar als ik s'avonds alleen naar huis fiets, dan laat ik altijd wel even weten dat ik wegga. En als ik eventueel met iemand heb afgesproken, dan stuur ik diegene ook wel even een berichtje als ik veilig thuis ben. Dus dat doe ik dan wel. En ja. Jij, Rob? Over het algemeen voel ik me heel veilig in Enschede. Maar ik heb wel eens gehad dat ik s'avonds van de Oude Markt naar de Vergalenstraat liep. Daar staat dan de auto geparkeerd. Dat ik het niet aangenaam vond. Mm-hmm. Slecht verlicht. Enkeling op straat. Ik kan me voorstellen dat zeker als je als vrouw alleen daar loopt op dat moment, dat het niet fijn is. Ja. We gaan beginnen. We hebben hier twee gasten vandaag in de studio. Monique Otter, jij bent stedenbouwkundig architect en Benny Beuvink, politieagent. Ja. En Monique, jij bent dus stedenbouwkundig architect. Waar bestaat jouw werk uit? Bestaat mijn werk uit. Ik werk voor verschillende organisaties, onder andere voor mezelf en voor het Oversticht. Daar ben ik adviseur duurzame stedenbouw. En waar wij met z'n allen voor zorgen, is dat de ruimtelijke ordening aangenaam is en zo veilig mogelijk natuurlijk. Maar dat doen we altijd in samenwerking met een heleboel mensen, specialisten op het gebied van de ruimtelijke ordening. Oké, en Benny? Ja. Benny? Ik ben operationeel expert wijk en dat wil zeggen in het Enschedese stadsdeel West. Ik wil niet zeggen het mooiste stadsdeel, maar ik ben natuurlijk een beetje bevoordeeld. Maar, en daar werk ik samen met wijkagenten, stadsdeelmanagement, alle andere partijen mee aan om het daar zo leefbaar en veilig te houden, te maken met elkaar. En hoe veilig is Enschede eigenlijk? Ja, dat is een gedeelte dat ligt eraan. Jullie hadden alle twee al over van op een bepaald tijdstip als ik dan en dan naar huis ga, dan voelt u of jij je eventueel onveilig. Mm-hmm. Nou, dat is, als ik een kind neem, die zal zich op een andere manier onveilig voelen. Er zullen altijd situaties zijn waarin iemand aangeeft, hey, ik vind dit niet prettig of ik vind het onveilig. En dan is het aan ons en aan andere partijen om te gaan kijken van waar komt dat door? Ja. En kunnen we die oorzaken wegnemen? Ja. Maar jij werkt hier al dik 20 jaar bij de politie, misschien al wel langer? 44 jaar in Enschede. Maar heb je het zien veranderen? Is de stad veiliger geworden of juist onveiliger? Je ziet wel dat de projectie, dus hoe je aan nieuws komt, dat vroeger min of meer was als mensen elkaar ontmoeten bij scholen of bij feestjes en ze heb je het al gehoord? Wat dan? Oh. En dan kreeg je een bepaald verhaal. Ja. Tegenwoordig kreeg je pinkjes op je telefoon en meteen weet je van iets wat in de buurt is gebeurd. Ja, ja. Dus de projectie van wat er gebeurt wordt vaak herhaald en ook komt in het nieuws en wordt dan aan alle kanten besproken. Maar sommige dingen die wij volgen, die nemen juist af. En ik noem als voorbeeld de pandemie. Dan mag je om 10 uur niet meer naar buiten. Ja. Dan neemt het openlijk geweld in de binnenstad natuurlijk naar van hand af, want er is niemand. Nee. En zo heb je wel verschuivingen. Nu hebben we heel veel te doen met internetfraude. Nou, dat is dan een verschuiving. Maar we proberen dat zo goed mogelijk te monitoren. Okay. En dan met partijen. Ik vraag even aan de regie. Kunnen jullie even die statistiek laten zien van Enschede, de veiligheid Enschede? Kijken.
Ja, die hebben we even opgehaald. En dan zie je dat die dalende trend eigenlijk al loopt vanaf 2012. En je, nou, dat laatste stukje, dat is een projectie, maar die dalende trend lijkt wel door te zetten. En hetzelfde geldt eigenlijk, daar hebben we nog een andere grafiek van, het veiligheidsgevoel. Ja. Als je die er even bij pakt. Nou, dat lukt niet helemaal. Maar ik kan wel zeggen dat je daar ook ziet dat het veiligheidsgevoel eigenlijk daarmee in de pas loopt. Dat stijgt wel, dat stijgt dan. Dus op zich zou je kunnen zeggen van nou, het gaat de goede kant op. Ja, maar dat heb je heel vaak. Je hebt natuurlijk cijfers en statistieken. En dat is belangrijk ook voor wetenschap of andere partijen om daar goed naar te kijken. Maar een veiligheidsgevoel in een situatie, en als je dan zegt in Boekelo of in een bepaalde straat, ja, dan wordt het voelbaar, tastbaar, dan kun je het bespreekbaar maken. Dus ik probeer altijd wel te kijken van wat heeft dit te doen met een bepaalde situatie. Ja, ja. Of met de persoon. Als je iemand hebt met een zwarte band en die zich heel goed kan rennen en verdedigen, die zal zich minder veilig voelen als iemand die net uit het ziekenhuis komt en met twee krukken loopt. Eigenlijk zeg je dat het situationeel afhankelijk is hoe veilig je je kunt voelen. Dus voor een deel wel, ja. Maar je moet ook niet als mensen een bepaald gevoel hebben dat wegzetten met cijfers en zeggen nee. Van nou, het is veilig, want kijk, dit zijn de cijfers. Ja. Je moet er wel goed naar kijken en luisteren. Ja. En met elkaar. Dus ook met mijn buurvrouw. Even naar de stedenbouwkundig architect. Je ziet dat er een dalende trend is, wat criminaliteit betreft. Maar kun je met stedenbouwkunde en architectuur de stad nog veiliger maken? Ja, zeker denk ik dat je daar de stad veiliger mee kunt maken. En ik kan ook een deel van die veiligheidsgevoel kan ik wel een beetje verklaren. Want Enschede heeft al zo'n 30 jaar ingezet op meer menging in de stad. Hè. Wij waren als je kijkt vanuit het verleden, wij waren de textielstad. Ja. En daar hoort een bepaalde type arbeider bij. En dat zijn de noeste, robuuste mensen. Maar dat was heel veel eenheid, heel veel van hetzelfde. En door meer menging te maken, wordt een stad krijgt verschillende lagen. En die zijn interessant, want die verschillende bevolkingslagen die bevruchten elkaar. Hè? Dus ook de wat hogere inkomens zijn hier aangetrokken. En die geven een hele andere tendens, een hele andere sfeer in de stad. Je ziet het aan de winkels, je ziet het aan de beleving van de binnenstad. Je ziet het aan de gemoedelijkheid, dat iedereen zich beter tot elkaar kan verdragen. En ik sluit me heel erg bij Benny aan, van als mensen elkaar kennen en het goed met elkaar kunnen vinden, dan is er veel meer sociale controle. En die sociale controle, die kan je in de stedenbouw gewoon heel goed regisseren eigenlijk, want daar gaat het om. Als je zicht maakt op plekken zicht op alle plekken eigenlijk, dus zicht op straat, zicht op pleinen, zicht op parken, dan voelen de mensen die in dat park lopen zich veel veiliger, omdat ze van alle kanten beschermd eigenlijk worden. En ken je dat, Benny? Nou, we hadden net een actueel voorbeeldje bij een speeltuin. Daar onder de overkapping zat een groep jongeren, dat is van alle tijden. Maar ze ruimen het niet altijd netjes op. Dus dat was een klacht. En toen heeft die wijkagent samen met het stadsdeelbeheer gezegd, als we die boschage eens iets terugsnoeien, het is toch de tijd ervoor. Dan kon je zo vanaf de straat daaronder kijken. En ik moet werkelijk zeggen, de overlast is nu niet verdwenen, want die zullen zich weer anders weer hergroeperen, maar daar wel. En soms heb je het in een portiekje, als je dat verkeerd aanlegt, ja, of je hebt een wifi-punt waar mensen, vooral jongeren, graag op aansluiten, ja, dan heb je al gewoon een groepje. Dus ja, het is wel degelijk van belang. Zag je ook bij de renovatie van Velvelindenhof, dat je van die straatjes die jij benoemde, Monique, kreeg je een U-vorm. En jij kunt misschien uitleggen waarom het dat handig is om het op die manier vorm te geven. Nou, wat belangrijk is, dus dat mensen elkaar leren kennen. Hè? Dus de sociale structuur in een wijk, of in een stadsdeel, of op een plantsoen, die zou versterkt moeten worden. Want zolang mensen elkaar kennen, durven ze elkaar ook aan te spreken. Gaan ze zich om elkaar bekommeren. En voel je je ook veiliger. Je hebt feilloos een gevoel van, hier kan ik zijn, want hier voelt het goed. En misschien is het ook bijna atmosferisch bepaald of de plekken goed of minder goed voelen. Wat ik bijvoorbeeld heel opmerkelijk vond in de boei nu, dat nieuwe inlooppunt. Ja. Dat de balie bemenst wordt door inwoners uit de wijk.
En dat ik laatst iemand had, klop, klop, op de deur. Het is echt nog van vroegere tijd. Er is iemand voor de politie. En die mevrouw kwam iemand brengen. Die was de auto was weggenomen of gestolen. Maar dan kreeg je echt weer het idee van, god, ze worden opgevangen. Er wordt koffie aangeboden. Het is ook deels een gebouw. En dan gaat het stadsdeelmanagement overleggen. Hé, er moet vergroening plaatsvinden. Hoe gaan we dat plantje inrichten? Het gaat ook dan, en dan zal er een stedenbouwkundige bij komen, denk ik, om te zeggen, ja, die kun je beter op een andere manier inrichten. Zo heb je hem niet goed. Dus het is een samenspel van experts die... Wat ik eigenlijk in jullie beide verhalen hoor, is hoe belangrijk het is dat je elkaar ziet en ontmoet. Maar wat is de functie of de rol van bewakingscamera's in het vergroten van veiligheid of juist schijnveiligheid? Is het misschien een goed idee om Enschede helemaal vol te hangen met bewakingscamera's? Dat hebben we toch opgelost? Of? Ja, ik moet echt aan zo'n fragment denken van Fawlty Towers, Don't Mention the War. Want zo ga je het over camera's hebben, lijkt dat een... Ja, de halen me olie voor alles, ja. Wat jij dus zegt van, nou ja, hang ze maar overal neer. En aan de andere kant heb ik ook meegemaakt in mijn tijd als wijkagent dat aan de voorkant in de Lippenkerkstraat bij een telefooncel waar regelmatig uit gedeeld werd, een camera werd neergezet. En bij mij in de wijk werd een wijkpost ingericht met bewoners. En bij die ene moet je de beelden uitkijken wat zich daar bevindt. En bij die andere hielden mensen toezicht. Oh ja. Dus je moet iedere keer opnieuw kijken of een camera van toegevoegde waarde is. Nou, en die cameradiscussie die is op dit moment onderdeel van beraad van de gemeenteraad en experts. Dus ja, daar zijn ze nog niet helemaal uit. En als ze eruit zijn, dan is het aan ons de taak om het te bekrachtigen. Ja. Dus te zorgen dat die handhaving dan wel aansluit. We hebben een reportage met een expert, een privacy-expert, Dave Borghuis. Laten we daar even naar kijken. We staan hier op het Wilmingplein in het centrum van Enschede. Er was hier de afgelopen jaren behoorlijk overlast, met name door drugsdealers en hun klandizie. Mede om die reden zijn er camera's opgehangen. Ook heeft de politie opgetreden. De overlast is hier afgenomen, maar lijkt zich te hebben verplaatst richting de Van Lochemstraat. We spreken met David Borghuis, privacy-expert, over de installatie van de nieuwe camera's. Dus Dave, als we Enschede volhangen met camera's, wordt het dan wel een veiligere stad? Nee, ik denk het niet. In Londen is onderzoek plaatsgevonden naar dit soort cameratoezicht. En Londen hangt redelijk vol met camera's. En daar is uitgebleken dat de veiligheid niet groter is geworden door het plaatsen van allerlei camera's. Dus de criminaliteit is niet echt afgenomen? Nee, als er al iets gebeurt, dan is dat de criminaliteit zich net buiten het blik van de camera verschuift. Dat is een beetje je waterbed effect. Dus je drukt hier en dan komt daar weer wat tevoorschijn. Ah ja, precies. Een beetje net zoals het hier wat meer richting de Van Lochemstraat verplaatst is. Dat zou kunnen, daar heb ik geen inzicht in. Maar met al die camera's, hoe zit het dan met de privacy in Enschede? Één camera zou op zich niet zo heel veel uitmaken, maar als je een hele stad vol hand met camera's, dan kan iemand je volgen. En iedereen heeft recht op privacy, dus dat is een basisrecht, dus eigenlijk moet dat niet ter discussie staan. En een camera helpt daar gewoon niet bij. En dan is er altijd de vraag van wie achter de knoppen zit en dan wat hij of zij dan doet, of dat impact heeft op de privacy zelf. Maar het zal niet helpen. Okay. Maar wat zou jouw advies dan zijn om Enschede een veiligere stad te maken? Nou ja, de cameratoezicht, de camera zelf en de uitkijken van een camera, zoals het dan zo mooi heet, kost allemaal geld. En ik vraag me af of als je andere maatregelen neemt voor hetzelfde budget, hetzelfde bedrag, of dat niet effectiever is om je doel te bereiken. Dus om de veiligheid te vergroten of het gevoel van veiligheid. Want dat is uiteindelijk wat eigenlijk overblijft qua effectiviteit van camera's. Okay, en heeft u misschien wat concrete voorbeelden om de veiligheid te verbeteren? Dan kom je meer op hoe je een plein inricht en misschien wat meer licht moet maken, wat meer overzichtelijk moet maken. Dat soort maatregelen. En misschien wat meer blauw op straat, maar dat is een oude discussie natuurlijk. Dus een investering als misschien wat fatsoenlijke lampen om het plein goed te belichten zou eventueel ook al best kunnen helpen. Ja, waarschijnlijk wel. Inderdaad. Het Wilmingplein is er in ieder geval lekker rustig op geworden. Maar voor welke prijs?
Nou, een aantal aanbevelingen van Dave die we mee kunnen nemen. Monique, wat haal jij hier uit? Of wat is jouw perspectief op dit fenomeen, camerabewaking? Ik sluit me heel erg aan bij wat hier al gezegd wordt. Ik geloof helemaal niet in de veiligheid van de camera. Precies, ze kunnen er altijd langs heen of ze maken hem stuk, zodat ze toch kunnen doen wat ze willen doen. En wat op pleinen, je kunt een deels inrichten, hè, overzicht bieden. Maar zoals Wilmingplein, wat even werd aangehaald, wat je daar ziet, daar staan wat gebouwen, mooie gebouwen zoals het theater, maar er wordt niet in gewoond. Mm-hmm. Dus dat betekent dat er een deel van de tijd van een dag, van de 24 uur van een dag, geen zicht is. En er is wel bewoning boven de Happy Italy, daar zitten wel woningen. Maar dat is maar een heel beperkt stukje. En die liggen een stukje terug. Dus waar het om gaat is, als er betrokkenheid komt bij dat plein, dus als er zicht op komt, als er aan gewoond wordt, als er aan geleefd wordt, dan heb je direct meer overzicht. En dan voelen mensen zich ook direct veilig. En dat is ook terecht, want als er iets gebeurt, dan heb je het gevoel van, hey, als ik nu schreeuw of gil, dan hoort iemand mij en dan kunnen ze mij helpen. En alleen dat gevoel denk ik dat al heel erg veel kan opleveren. Dus dat heeft inderdaad met ruimtelijke ordening te maken. En Benny, als je dit hoort en ziet? Wat ik er mooi aan vind, is dat er een expert aan het woord is. Maar die expert gaf ook aan, daar heb ik geen inzicht in. Dus die zegt ook, dan moet je weer bij een andere expert zijn. Ik denk dat als je in een auto zit en je hebt het met de nek en er zit een cameraatje achter waardoor je kunt zien dat je niet tegen een ander aanbotst, dat helpt. De voorstellen die hij doet, volgens mij zijn die ook onderdeel van beraad op dit moment. Nou kunnen we op een andere manier gebruik maken. En ik weet vanuit de politieachtergrond dat elke inbreuk op een grondrecht echt behoorlijk onderbouwd moet worden voordat jij een camera en hoe de camera gericht is, hoe beelden bewaard worden. Daar zit dus nog een hele wereld achter. Dus je kunt me niet zo overal camera's installeren. Het zal een combinatie zijn van een aantal maatregelen waarbij ik denk, nou, ga met experts om tafel zitten en kijk. Ik probeer proefondervindelijk uit wat wel werkt of wat niet werkt. En experts met een verschillende achtergrond. Ja, en de grootste expert, dat klinkt raar, is de ondernemer, de burger die elke dag doorkomt, inzit, dingen ziet. En als je die betrekt bij beraad en overleg, dat zijn ook de mensen die uiteindelijk het voordeel ervan ervaren. Zien jullie nog ruimte voor verbetering? Kunnen we over 10 jaar een nog veiliger stad hebben? Ja, zeker. Altijd. Er zijn nu ook hele mooie ontwikkelingen al op komst. Hè. Dus het stukje van de Van Lochemstraat en het verlengde daarvan als je het Polaroid-terrein op gaat. Je kunt daar naar de Food Hall, maar hoe mooi zou het zijn dat je vanuit het centrum, vanaf de Heurne, heel logisch die Food Hall gaat betreden, zodat daar wat meer beweging komt. En dat gaat er ook komen, want er komt een groot gebouw met woningen te staan. En dan heb je direct die sociale veiligheid, er wordt ook een entree gemaakt van dat gebouw. Dus daar gaan al heel veel dingen gebeuren. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat stuk veel veiliger gaat worden straks. En zo denk ik dat er heel veel andere stukjes in de stad ook veiliger gemaakt kunnen worden. Ja. Ik denk dat er nog steeds bussen vol mensen uit Nederland komen kijken hoe de Rombeek ooit tot stand is gekomen en wat daar voor moois te zien valt. Overal zie je weer opnieuw stukjes van, goh, wat eigenlijk mooi, ook als het oud is, of een arbeiderswijk. Ja. Je hebt hier, maar ook de binnenstad van Enschede, soms als je naar huis gaat, misschien wel iets, een stukje waarvan je zegt, nou, kan beter. Mm-hmm. Maar als je naar het aanbod van de winkels kijkt, normaal als die pandemie eenmaal weer weg is, wat voor aanbod deze stad allemaal heeft, Universiteitstrein, Saxion, er zit echt veel dynamiek en kracht in. Dus. Wat ik mooi vind, Benny, wat je net aanhaalde, is die arbeiderscultuur, die arbeiderswijken, die zijn vanuit een sociaal perspectief ontwikkeld. Dus dat mensen samen dingen moesten gaan doen. Ze deelden dingen, ze deelden een plein, ze deelden een park. En dus dat werkte ook heel erg goed. Zo is de Roombeek eigenlijk ook opgezet. En ik heb van Piet de Bruin nog geleerd, die zei van hoe hoger de hekken, hoe onveiliger mensen zich voelen. Dus daar waar de hekken achterwege blijven, daar voelen mensen zich gewoon heel erg veilig. En dat zou ik een heel mooi streven vinden om dat na te jagen. Piet de Bruin was de stedenbouwkundige die toen ingehuurd is om Roombeek weer tot bloei te brengen. Ja.
In de wijkraad Velvelindenhof, daar mocht ik dan wijkagent zijn. Dat is wel vaak van die spreuken, maar van het is pas veilig als de wijk ermee kan omgaan. Ja, over problemen moet je niet praten, maar aanpakken. Ja. Of, daar zit de hands-on mentaliteit in. Hè? Je ziet hier ook dat er goede discussie is, ook verschillende meningen over een bepaald soort aanpak. Dat zie je in de raad, dat zie je in wijken of in subwijken, maar er wordt wel geluisterd. Er wordt ook wel eens krachtig iets aan elkaar doorverteld. Maar je ziet wel voortgang in de stad. Als je dat 20 jaar geleden bekijkt en nu, dan zie je dus toch wel dat er een heleboel verbeteringen zijn gekomen. En stedenbouwkundige architecten, kunnen die hun werk doen zonder de wijkbewoners? Of? Nee. Die heb je nodig. En daarom vind ik het ook mooi dat de omgevingswet is misschien weliswaar weer vooruitgeschoven, maar iedereen is daar al mee bezig. En daar krijgt de bewoner en de burger krijgt een veel grotere rol. Die wordt veel eerder ingelicht van nieuwe ontwikkelingen, want zij weten hoe de wijk werkt en hoe de straat werkt en waar de gevaren zitten, waar de loopzones zijn, waar de onzichtbare zones zijn, waar de achterkanten zitten. Dus ja, ik denk dat bewoners onmisbaar zijn bij het proces wat wij mogen maken altijd. Nou word ik even aangezet, we hadden ooit een project voor groep 7 en 8 van de basisschool De Lipper. Dan mochten kinderen aangeven vanaf de woning tot en met de school wat hun onveilige plekken vonden. Dan kreeg ik een totaal ander beeld. Er waren bij een bepaalde tuin, er was een grote hond en die hard aankwam rennen. En dat was dan de onveilige plek. Ja, en zo zie je toch dat je niet kunt zonder de lokale kennis of experts of mensen die er een bepaalde manier verstand van hebben. Ja, dus je zou kunnen zeggen, veiligheid dat doe je samen. Ja, ik denk het wel. Oké. Dank jullie wel voor het gesprek, allebei. Graag gedaan. Mooi dat we er mochten zijn. Ja. We gaan nu weer kijken naar een optreden van weer een talent uit Enschede. Arthur Adam. Hoi Arthur. Hallo. Je hebt een tijdje in Amsterdam gewoond en je woont nu al een tijd weer in Enschede. Mm-hmm. Hoe komt het dat je weer terug bent? Ik ben wat ze dan noemen een echte hunkertukker. Ik heb er 13 jaar volgehouden in Amsterdam. Ik was na 10 jaar er eigenlijk wel klaar mee. En ik was nog steeds voor FC Twente. Ik dacht van jongens, ik moet weer terug. Elke keer als ik dan in het oosten bij vrienden of ouders was, dacht ik van moet ik nou weer die drukte in? En op een gegeven moment mevrouw ook zo ver gekregen, want die komt niet uit Twente oorspronkelijk, maar die leek het ook wel leuk in Twente. Dus hoe zijn we hier naartoe verhuisd? Ja, en je nummer gaat over heimwee? Ja, in die zin, op een positieve manier heimwee, dat je dus ook het gevoel kunt hebben van, hé, ik heb iets om te missen. Zeg maar, er is blijkbaar een thuis en dat is gewoon eigenlijk een zegening. Gewoon dat je iets kunt missen, dat betekent dat je eigenlijk een goed leven hebt. Mooi, we gaan luisteren. Pass, I see home shrinking in my rear view mirror. My heart cold and heavy, worried in my chest. Temporarily, wherever I'll go, this isn't straying. I'll need whatever I will have had to. I've got a lot to learn. We could be anywhere this time next year, but I know I'll be with you.
isn't straying. We'll meet whatever we will have had to. We've got a lot to learn. Het gaat best goed met de veiligheid in Enschede, hebben we net uit het gesprek gehoord. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Dat gaan we verkennen. En daarvoor hebben we twee gasten aan tafel. Dat zijn Wat van Lagen, raadslid van het CDA. En Jamal Dokkan van het wijk, van de wijkwacht van de Hulmhoek. Ja. Welkom. Mart, raadslid van het CDA. En al een hele tijd. En waar hou je je mee bezig met veiligheid? Nou ja, onder andere de portefeuille veiligheid, want er is natuurlijk ontzettend veel te doen als het gaat om veiligheid. Maar daarnaast heb ik ook de portefeuille energietransitie, dus duurzaamheid, afvalverwerking. Maar ook sport en recreatie, met name het dossier zwembaden is wel een actueel puntje. Oké, okay, nou dit laten we toch even voor nu zitten. Dat wordt een volgende aflevering van De Kracht van Enschede. We gaan het nu hebben over veiligheid. Jamal, jij bent zelf betrokken bij dat onderwerp in je eigen wijk. En welke wijk is dat? Dat is Helmerhoek. En wat doe je daar? Ik heb een groep opgericht waar een 35-tal wijkbewoners, vrijwilligers, betrokken, zeer veel dynamiek samen dagelijks de wijk inlopen, vooral 's avonds, om gewoon te kijken wat er zoal gebeurt, om connecties te zoeken met de jeugd, want daar gaat het voornamelijk om, maar ook om zichtbaar te zijn. We hebben ook kleding, zeg maar jassen, die een bepaalde uitstraling hebben, waardoor ook het veiligheidsgevoel in de wijk. Wacht even, we hebben een reportage, daar kunnen we even naar kijken. Yes, de wijk Helmerhoek is in de jaren 80 opgebouwd en is als dusdanige groene wijk opgebouwd. Mm-hmm. Waarbij dus eigenlijk maar weinig ruimte eigenlijk voor de jeugd was. Is er in de wijk Helmerhoek veel overlast? Ja, voor sommige wijkbewoners spreken dat wel uit, maar nagelang dat wij dus vaker door de wijk zijn gaan wandelen en de behoeftes hebben gemeten van de jeugd, lijkt het allemaal best wel mee te vallen. Ons doelstelling is eigenlijk altijd geweest en nog steeds, is hoe komen wij in contact met de jeugd, hoe zorgen we dat we hun behoeftes kunnen peilen en hoe zorgen we dat we de behoeftes kunnen vertalen richting de gemeente en wat zij daarin kunnen. Ja. Dan loop je bijvoorbeeld een paar uur door de wijk heen en als je dan jongeren ziet, loop je daar naartoe en ga je even een gesprekje aan? Of... Nou ja, goed, als we op dat moment jongeren zien, jongeren zijn natuurlijk niet altijd potentieel een groep die kattenkwaad in de bol heeft. En in die vorm proberen we ze ook altijd te benaderen. Mm-hmm. En om juist geen hakken in de zand te krijgen bij de jeugd. De ondersteuning vanuit de wijk is behoorlijk groot aanwezig. Ja. We krijgen berichtjes, we krijgen appjes over er is hier wat aan de hand, kunnen we daar wat aan gaan doen. Dus we hebben nu een beetje een basis gelegd voor Helmerhoek. We hebben een template weggezet waarin wij andere wijken kunnen helpen om daar ook een start te maken. Ja. En dat is wel eigenlijk onze insteek. Ja. Waardoor we juist willen dat niet alleen Helmerhoek erop aangesloten is, maar dat niet alleen Enschede, maar zelfs verder. Op het moment dat wij dus rondes lopen en er zijn wijkbewoners die vragen hebben of misschien wel lid willen worden uiteindelijk als vrijwilliger, dan staan we die in eerste instantie te woord. Maar als het om problemen gaat, dan luisteren we in eerste instantie. Ja, we hebben wel eens contact opgezocht rechtstreeks met de wijkagent. Ja. Zaken voorgelegd, uiteindelijk daarin bemiddeld om uiteindelijk de wijkagent bij die mensen aan de deur te krijgen, zodat uiteindelijk vanuit die hoek dan de hulp wordt georganiseerd. Ja. Door het rondlopen wat we hebben, hebben wij een bepaalde effect op de wijk, zeg maar. En zijn we preventief ook bezig, goed bezig. Het mooiste kan ik als voorbeeld geven. Een kleine maand geleden liepen wij door de wijk en dan was echt hier heel dichtbij. Daar kwam een jong mevrouw. Zij zei van, hebben jullie wel in de gaten hoezeer de wijk is veranderd in het positieve sinds jullie hier dagelijks rondlopen? Nou, dat zijn wel dingen, dat neem je wel mee. Want uiteindelijk draait het daar wel een beetje om. Wat voor effect heb je? En krijg je daar ook de juiste respons voor? Onze eerste focus is nog steeds de jongeren uiteraard. Dat wil niet zeggen dat we geen oog hebben voor andere issues.
Maar het is wel heel erg belangrijk dat we ons focussen op de jongeren, want daar staat en valt naar mijn mening alles mee, ook voor de toekomst. Jamal, nu zien je daar in actie. 35 mensen die samen werken. En hoe houden jullie met elkaar contact en hoe organiseer je eigenlijk zo'n wijkteam? Nou, dat is op zich best wel simpel. Wij hebben een groepsapp waar dus alle 35 in zitten. Het zijn mannen, vrouwen, moeders, jong, oud, allemaal door elkaar. Dus een hele goede mix, vind ik. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met de buurtvaders vanuit Amsterdam, Rotterdam, Marokkaanse buurtvaders, is het echt heel erg gericht op een specifieke groep. Maar wij niet. Wij zijn heel gevarieerd en wij focussen ons ook op zo'n beetje alles wat in de wijk gebeurt. We hebben een plan-app waar iedereen zijn eigen afspraak in kan plannen. Stel, naast mij, Mart zegt van oké, ik wil graag morgen om 7 uur voor mij de deur wil ik gaan beginnen en ik wil daar een uur lang gaan lopen in de buurt. Dan gooit je dat in de plan-app en dan zie ik dat ik, nou, Mart gaat dat doen, ik wil ik ook wel doen. Nou, zo gauw als er 4 personen zijn, dat is altijd het minimum, dan gaan wij verzamelen daar waar de afspraak is en dan gaan we een uur rondlopen in de wijk en dan komen we weer terug en dan is dat een afspraak. En er zijn ook soms meerdere per dag. Dus het is niet alleen 1 uur, maar we doen ook wel eens 2 uur, 3 uur. Ja. Hangt er vanaf hoeveel afspraken er staan. En deze reportage is al een tijdje geleden opgenomen. Ja. Wat zie je nu aan effect in de wijk? Je ziet wat je steeds vaker terugkrijgt, is het feit dat men ons dus herkent. Wij zijn nu bekend in de wijk. De jeugd ziet ons ook. We hebben steeds vaker connectie. We kunnen steeds betere gesprekken voeren waar wij wat dieper op ingaan. Wat zijn jullie behoeftes? Waarom staan jullie hier te hangen? Waarom doen jullie datgene wat jullie doen? Dus we komen steeds beter tot de kern. En de kern van het hele verhaal is dat er behoorlijk veel is blijven liggen door de jaren in begeleiding, ondersteuning van de jeugd. Kijk, ik ben zelf coördinator bij de BAS geweest, de Bewonersadviesraad Sociaal. Dat zijn de oude WMO-raden. Daar had ik jeugd en veiligheid in mijn portefeuille. Ik stuurde een groep aan. En daar waren dezelfde punten, maar dan in het Enschede Breed kwam daar tevoorschijn, die wij eigenlijk op een kleinere schaal in Helmbroek ook al zagen. Welke dingen zijn dan blijven liggen? Sowieso een plek voor de jongeren. Ze hebben dat niet. Iedereen wil graag iets voor de jongeren bereiken, betekenen, maar niemand wil ze voor hun eigen deur hebben. Dus ze gaan van de ene kant, worden ze weggejaagd, dan gaan ze weer naar een andere plek, daar worden ze weer weggejaagd, want ook daar maken ze zogenaamd lawaai. En op een gegeven moment zijn ze, en dat zeggen ze ook tegen ons, wij voelen ons een beetje ontheemd, want wij hebben geen eigen plek. En dat is ook gewoon zo. Als je kijkt naar hoe ik vroeger ben opgegroeid, ik was vroeger bij de boei, we konden daar elke dag terecht. We konden daar zaalvoetballen, we konden daar toernooien, tafeltennissen, biljarten. We konden daar elke dag gewoon terecht en dat is nou helemaal van de baan. Zoiets is er niet meer. Ik ga even naar het raadslid. Hoe komt dat nou? Daar is denk ik geen eenduidig antwoord op. Laat ik het verhaal maar vertellen dan. Ik denk wel dat het een heel belangrijk signaal is wat afgegeven wordt nu vanuit de tunnel in de wijkwacht uit de Zuidwijken, dat er wel behoefte is voor de jongeren, met name om een plek te hebben. Maar wat we ook zien, en dat is ook het andere kant van de medaille, is dat de verantwoordelijkheid bij de jongeren neerleggen ook niet altijd geresulteerd heeft in een positieve werkwijze, denkwijze. Kortom, wat we denk ik zouden moeten doen, is gemeentebreed, is te leren van wat er gebeurt in de Zuidwijken, want dat is natuurlijk de basis. Hier hebben ze echt praktisch voorbeeld opgedaan van hoe kan het. En daarnaast moet je die koppeling gaan maken met de sociale jongerenwerkers. Dus met een Sven, met een Alifa, die verantwoordelijkheid hebben om met de jongeren dat gesprek aan te gaan en ook die stappen te gaan zetten. En wat het element wat hier misschien het allerbelangrijkste in is, als de jongeren een plek willen, dan moet je ook die verantwoordelijkheid bij de jongeren neerleggen, maar ook de consequenties duidelijk maken van als het niet goed gaat. Mm. En die voorbeelden zijn er ook. Nou, niet eens. Maar Jamal had het over de boei. Je hebt veel profijt gehad van de boei. Ik vond het geweldig, ja. En ik ging daar met een hele grote groep, waren we daar dagelijks. Er was een hele mooie, Gert-Janneks, ik vergeet zijn naam nooit, die was daar werkzaam. En die heeft ons in alles geholpen, daar ook waar we vragen hadden over hele andere zaken heeft hij ons geholpen. Dus er was gewoon interactie, er was begeleiding, je kon naar iemand naartoe om bepaalde vragen te stellen. Maar je had ook heel veel te doen. Ja, ja. Dat is er niet. Als je kijkt naar de wijkplatform bij ons, het wijkcentrum,
Ja, die is 3 keer niet ingericht op voor de jeugd. Dat is dat ook echt een behoefte van jongeren dat ze graag, net als naar de boei dat is, zo'n soort functie hebben en willen in Helmhoek om bij elkaar te komen? Of ja. Merk je dat? Ja, dat zeggen ze ook heel duidelijk. Ze willen echt een eigen plek hebben waar ze gewoon hun ding kunnen doen. Chillen noemen ze dat zo mooi. Kijk, nu zien we ze heel vaak een jointje roken op schoolpleinen. Nou, wij lopen daar ook heel vaak rond, maar helaas laat ze ook wel eens wat dingen slingeren. En de volgende dag zie je kleine kindertjes op school die bepaalde dingen oppakken. Nou, dat is dus uiteraard niet gewenst. Dus dan proberen we daar wel in gesprek mee te gaan. Want prima dat jullie dat, of prima, jullie doen dit. Maar zorg er wel voor dat het opgeruimd is. Dat jullie dingen opruimen en niet zo achterlaten. Er werd ook gezegd, Helmhoek is een hele groene wijk en veel groene ruimte. Precies. Wat doet dat met de veiligheid van zo'n wijk? Of het groene een bijdrage levert aan veiligheid is voor mij even niet echt duidelijk. Er zijn wel heel veel parkjes, voetbalveldjes zijn er ook. Dus ze kunnen daar wel veel dingen doen. Maar dan blijkt dus dat vooral in de zomer, als ze dan daar zijn, en het is na 10 uur, zijn ze toch wat luidruchtig. En dan is het alweer gauw hommeles, want de buren eromheen die geven aan, hey jongens, dit kan zo niet. Ja, ja. Het is altijd wel wat aan de hand, als je het zo mag zien. En de jeugd weet op een gegeven moment ook niet meer wat ze mogen, wat ze niet mogen, waar ze naartoe mogen gaan. Dus het is best wel een hekel. Het is inderdaad ook en-en, hè? Want je ziet ook voorbeelden. Met name de vorige periode heb ik in het Stadsdeel Zuid gezeten. En toen zag je ook dat jongere ontmoetingsplekken, de joppen, tot weerstand leiden onder de samenleving. Ja, dat willen we niet eigenlijk bij ons in de achtertuin hebben, want ja, je weet maar nooit hoe lang ze daar doorgaan. Hetzelfde geldt ook voor kruifkoortjes, voetbalkoortjes. De bal gaat daar tot 11, 12 uur tegenaan. Dat maakt best veel lawaai. Dus je moet ook naar kijken naar praktische oplossingen om de jongeren wel een plekje te geven in die samenleving. Nou ja, de nieuwe wijkcentrum is inderdaad totaal niet ingericht om jongeren te ontvangen. Je zou erover na kunnen denken om dat op specifieke tijden voor open te stellen. Maar het blijft wel een verhaal. Hè. Het is niet alleen maar van het perspectief van de jongeren, maar je moet kijken naar de leefbaarheid van die wijken zelf. Dat snap ik heel goed. Wat zijn dan de mogelijkheden? Hoe zou je dat op kunnen lossen? Ja, je moet altijd kijken naar wat mis je voor de jongeren. En wat je ziet is dat Helmhoek best veel ruimte heeft voor een voetbalpotje. Hè. Je kunt daar naar Victoria velden, je kunt tussen Victoria op de busbaan heb je ook nog een voetbalveldje zitten. Dus je kunt als jongeren echt wat naartoe. De verdraagzaamheid onder de samenleving en het respect naar elkaar toe op kunnen brengen om te accepteren dat het 11 uur gevoetbald wordt, is een samenlevingsdingetje. Daar moet je elkaar over uit zien te komen en daar heeft niet altijd de overheid een rol in. Kijk, overlast is overlast en crimineel gedrag is crimineel gedrag. En daar dien je altijd maatregelen toe te treffen. Maar jongeren een plek geven in die wijk en onderdeel te laten worden van die wijk, dat is een sociale stap die we elkaar moeten zetten. En daar vind ik horen sociale partners bij. Dus een Sven en Aliva. Ja, Jamal, je geeft al een mooie voorzet. Maar hoe kun je die overlast beperken dan? Hebben jullie daar een rol in? Ja, wij spelen daar zeker een rol in. Maar ik wil even terugkomen op wat Mart, want dat gaf hij wel heel goed aan. Kijk, er is jeugd die echt wel bereid is om mee te denken en ze willen iets. Maar er is ook gewoon een harde kern van criminelen, noem ze maar. Mm. En daar spelen wij geen rol in. Daar zijn wij niet voor. Daar is de politie voor, de juiste instanties voor. En die groepen hebben wij ook al een beetje apart weggezet. Dus wij weten welke groepen wij kunnen aanspreken en welke wij eigenlijk niet hoeven en niet moeten aanspreken. Want nogmaals, wij zijn maar een stelletje vrijwilligers vanuit de wijk. Mm-hmm. Werken jullie samen met de politie? Ja, wij werken samen met de politie, wij werken samen met Aliva, wij werken samen met de gemeente. Mart naast mij is ook de initiatiefnemer geweest samen met andere politieke partijen om een motie in te dienen voor ondersteuning en erkenning van de wijkwacht. Dus dat is eer wie eer toekomt. Tuurlijk zijn er ook andere partijen die hebben daar ook een bijdrage in geleverd. Maar zijn wel verschillende groeperingen merkbaar en wij focussen ons echt op de jeugd, de jongeren en tot en met een jaar of 14, 16 en daarboven zijn een groepering, ja daar kunnen wij helaas niks mee. Wat we wel doen, dus we zien ze dingen doen die niet mag, we noemen even drugsdealen, wat we dan wel doen is dat wij dan wel gewoon heel irritant daar blijven staan met z'n vieren, met z'n zessen, met z'n achten. Dan zien we ook wel dat na verloop van een aantal dagen ze naar een andere plek gaan. Wij hebben het niet opgelost, maar wij zorgen er wel voor dat ze niet meer daar staan waar wij ze eigenlijk niet willen hebben. Ja. Dat is het enige wat wij ook kunnen. Wij geven wel alle terugkoppelingen door richting de wijkagent bij ons. Aliva zit ook bij ons in de groepsapp.
Ik zit ook in de app van de wijkagent en de gemeente. Dus alles wat wij zien, wat wij constateren, wordt één op één gedeeld. Ja, dus ik hoor eigenlijk ook heel veel verbindingen die al gelegd zijn om ook Helmhoek veiliger te maken. Ja. En als je nou vooruitkijkt, na 4, 5 jaar, en je gaat dromen, hoe ziet dan in jouw cirkel van invloed, hoe ziet dan die veiligheid eruit? Nogmaals, voor de hardcore cases, die zijn er, is gewoon de politie is daar gewoon voor noodzakelijk, punt. Wat we wel merken is dat sinds wij daar zijn in de wijk, is de zogenaamde hotspots verminderd en is handhaving teruggetrokken, is sane security teruggetrokken, terwijl wij dus wel zien dat het nog steeds eigenlijk noodzakelijk is. Dus met veel gesprekken met politieke partijen is en handhaving weer terug en is sane security weer terug. Dus daar worden we wel in ondersteund. Wij hebben ook gewoon een 06-nummer van sane security. Mocht er een calamiteit zijn, kunnen wij hun als eerste bellen, dan komen ze en dan kunnen ze datgene doen wat ze horen te doen. Maar wat ik in de toekomst zie is, ons plek, wat wij doen, hoe wij het doen, is volgens mij altijd wel nodig. Dat is niet zo dat wij over 5 jaar niet meer noodzakelijk zijn. Ik wil juist dat er in elke wijk zo'n mooie groep betrokken wijkbewoners die de kinderen ook een beetje kennen. Ja, dat zei je in de reportage ook, hè? Dat je het wil opschalen. Ja, er is interesse al getoond van een aantal wijken. Ik ben daar ook mee in gesprek. Oh, okay. Wat ik wel belangrijk vind is, want ik heb een compleet document, ik heb een template. En ik wil graag dat de wijkwacht 2.0 ook wordt doorgegeven richting andere wijken. Maar dan moeten ze dat wel dat op de wijze doen hoe wij het doen. Nogmaals, wij zijn geen beveiligingsbedrijf, wij zijn geen knokploeg, wij zijn gewoon een stel betrokken. Wijkbewoners die de connectie willen zoeken en een doorgeefluik willen zijn vanuit de jeugd naar de gemeente. En wat kunnen wij daarin betekenen, maar ook het zichtbaar rondlopen en dat geeft toch echt een veiligheidsgevoel. Dat verhoogt het veiligheidsgevoel, want alhoewel de cijfers in Enschede aangeven dat de veiligheid beter is, is het veiligheidsgevoel nog steeds 3 keer niks. Mm. Dat is gewoon een feit zoals ik het meemaak in mijn wijk. Okay. Mart, om daar even op aan te sluiten, is vanuit jouw optiek Enschede veilig te noemen? Is het een veilige stad? Nou, kort even reageren op wat net Smal zei van over die beveiliging inhuren en dergelijke. Het praktische mooie voorbeeld van de wijkwacht is dat het van onderop komt. Dat wil ik wel even echt gezegd hebben en dat steunen we ook echt. Het is natuurlijk jammer dat je een waterbedeffect blijft zien met jongere groeperingen die zich blijven verplaatsen. Dus zal je altijd overlast houden in die wijken als je niet consequent aanpakt. Nou, de antwoord op de vraag. Ik denk dat Enschede een relatief veilige stad is. Als ik zie hoeveel incidenten zich nu plaatsvinden, bijvoorbeeld in Almelo, hebben wij het gelukkig aardig rustig. Dus zover is het ook. Maar het klopt wel wat gezegd wordt. Enschede wordt steeds onveiliger gevoeld. En met name zit het ook door de tunneltjes. We hebben daar even overlast van gezien. Jongeren die van de fiets af worden getrapt of van scooters. Je ziet het ook terug in bepaalde cijfers. We hebben onlangs nog in de Raad een uitgebreide veiligheidsbijeenkomst gehad. Waar ook dieper in de cijfers is gekeken. En daar zie je echt wel een verandering ontstaan. Crimineel gedrag blijft en is echt groeiende nog. Maar de kleine kattenkwaadzaakjes worden steeds minder. Dat kan ook met corona te maken hebben, dat kan andere zaken mee te hebben. Maar dat laat wel zien dat Enschede echt een heel veel vraagstukken heeft met betrekking tot veiligheid. En dat lees je ook terug bijvoorbeeld uit de centrumondernemers die zeggen, jongens, we hebben hier allemaal wietontwikkelwinkels, de growshops. Nou, dat trekt een bepaald soort groeperingen aan. Dat zorgt voor overlast, zorgt voor intimiderend gedrag op straat. We hebben ook een uitgebreide seksuele intimidatie aanpak gelanceerd samen met andere partijen. Zodat we ook hebben gezegd van dit soort gedragingen accepteren we niet. Nou, de pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen om die veiligheidsgevoel weer op te krikken. Maar er zal wel de komende jaren veel geïnvesteerd in moeten worden, wil je het ook realiseren. Investeren, maar hoe dan? Geld? Of? Nou ja, onder andere geld, maar ook creatief zijn met veiligheidsvraagstukken. We hebben bijvoorbeeld in de Zuidwijken actief gesproken over cameratoezicht. Dat is echt een lang gekoesterde wens vanuit die omgeving. Geef ons nou die camera, zorg ervoor dat wij niet constant in die kou hoeven te staan, maar dat je dus gewoon camerabeelden hebt, dat je het beeld kunt brengen wat er geplaatst vindt. Nou, daar zie je het college en de gemeente terughoudend in zijn. Nou, daar hebben we als raad van gezegd, dit willen we. En zoek maar uit hoe het dan wel kan. Jullie willen camera's? Wij willen camera's en tunneltjes. Ja, absoluut. Ja. Oké. Okay. En als er dan iets gesignaleerd wordt op de camera, hoe snel is iemand dan ter plaatse?
Ja, het is een en-en, hè? Want ja. Nu over veiligheidsgevoel. Camera's dragen dus significant bij aan veiligheidsgevoel, maar blijkt ook bij aan bewijslast. Ja. En waar je nu ziet, waar we ook de discussie over gevoerd hebben, is dat de gemeente zegt en de politie zegt, ja, er zijn maar 7 incidenten daadwerkelijk gemeld. Ja. Met camera kun je dus precies registreren wat zich daar plaatsvindt en hoe vaak en wanneer en in welke vorm. Ja. Dat draagt ons bij aan het veiligheidsgevoel, dat je weet, je bent in beeld. Mm-hmm. Het is niet zo dat de camera uit de muur springt om je te helpen, maar dan heb je in ieder geval wel bewijslast. Oh, okay. Maar ik geloof dat er bij die tunnels ook al geïnvesteerd is in een betere verlichting. Ja. En dat werkt? Ja, vooral de laatste aanpassing. En wij, alhoewel ik in de wijkwacht zit, heb ik daarvoor ook 2,5 jaar tunnelwacht gedaan. Ik was aanspreekpunt en een grote aanjager van de tunnelwacht. Als wijkwacht gaan we nog steeds op bezoek bij de tunnels, want we lopen toch in de wijk. De laatste aanpassing is dat ze de lantaarnpalen een aanzienlijk stuk richting de tunnel zelf hebben verplaatst. En dat is echt een enorme verbetering. Dus nogmaals, je ziet het ook gewoon heel duidelijk. En als de verbetering is, moet je het ook gewoon zo benoemen als verbetering. De verlichting in de tunnel zelf kan uitermate beter. Dus ik hoop dat dat een volgende stap zal zijn. Maar wat Mart ook al aangaf, uiteindelijk is het de insteek geweest van mij vanaf 2019, toen ik met de tunnelwacht begon, samen met anderen. Wij willen camera's en daar is niets aan veranderd. Alleen de 7 meldingen die zijn gedaan, is eigenlijk heel wat meer. De meldingen komen ook bij ons binnen, alleen de meldingen zijn niet officieel gemaakt. Waarom? Omdat men continu aangeeft van het heeft geen zin als ik het meld, want ze doen er toch niks mee. Oh. Dan krijgen wij de meldingen. Alles wat ik te horen krijg, deel ik altijd met de wijkagent. Dus daar weet, maar zo gauw het niet officieel door de persoon wordt gemeld die het overkomt, wordt dat niet genoteerd als zijnde een officiële melding. Dus als het 7 keer is, weet ik nu alvast dat er 4 andere incidenten zijn geweest die ook daarbij zouden moeten horen, want dat is het alweer 11. En dan is het in de laatste 2-3 maanden geweest, dan is het een heel ander gesprek wat je voert. Alleen, wij hebben een Facebookgroep, daar zitten 2200 wijkbewoners zitten erin. Oh ja. En elke keer als wij iets posten, onze ronde, zeggen wij, meld het officieel via slimmelden.nl, via de officiële instanties. Wil je anoniem melden, doe je het via anoniemmelden.nl. Dat herhalen we continu. Waarom? Omdat we juist willen dat alle meldingen gewoon binnenkomen daar waar het hoort. Want als we dan weer een gesprek hebben met de gemeente, met de raad, dan kunnen we zien dat er in plaats van 7 keer, misschien 20 keer is gemeld, serieuze meldingen, en dan is het een heel andere discussie wat je voert. Ja, dus eigenlijk dat je meer datapunten krijgt doordat ook iedereen zijn verantwoordelijkheid wordt neemt. Wordt het niet meer als disproportioneel gezien, maar dan wordt het gezien van oké, dit is het. We zien die meldingen, we erkennen ze, het is ook daadwerkelijk zo, dus we moeten nou wel wat gaan doen. Dat is ook elke keer de discussie, als je gaat om veiligheidsvraagstukken en het veiligheidsvraagstukken implementeren in die samenleving, hoe proportioneel is die veiligheidsmaatregel? Mm-hmm. Die afweging moet je continu maken. En een aantal partijen hebben gezegd, jongens, camera's is nu proportioneel genoeg om die daar te plaatsen. Mm-hmm. Het weegt dus zwaarder wat dat betreft voor privacy of andere zaken. Ja. Dus iedere keer die afweging proportionaliteit is echt de basis van de discussie rondom veiligheid. En die is natuurlijk heel grijs, hè? Want wat is voor iemand proportioneel en wanneer niet? Ja, de burgemeester Theo Bovens heeft geconcludeerd, is niet proportioneel, gaan we niet doen. Nee, klopt, dat is inderdaad in de brief, heeft hij dat, niet in die woorden, met name de vorige burgemeester daarvoor, Arno van Veldhuis, die gaf echt duidelijk aan, nee, dat vinden we niet proportioneel genoeg. Theo heeft dat inderdaad ook zo gelaten. Ja. Het is nu weer opnieuw aan de raad, vind ik, maar ook aan de nieuwe raad, om daar een keuze in te maken. Want deze groep bewoners, en niet alleen de wijk en de tunnelwagen, maar ook de mensen die eromheen, die er allemaal een onderdeel in zijn, geven aan, jongens, dit moet een keer gaan gebeuren. Wij kunnen niet veilig onder de tunneltjes door. Het is nu een keer klaar. En dan komt die proportionaliteit in combinatie met dus echt melden bij de politie. Want dat zegt de politie ook, hè. Meld alsjeblieft als wat plaatsvindt. Want alleen dan kunnen we ook wat doen. Dus de meldings zijn zo belangrijk, maar daarnaast ook de proportionaliteit waarborgen. En dan moet de raad moet dat gewoon uitspreken. Wij vinden het proportioneel dat. Ja, okay. Dus eigenlijk wat ik uit jullie verhaal ook opmaak, veiligheid maak je samen. En als er echt daadwerkelijkheid onveiligheid is, meld het dan ook bij de juiste instanties. Belangrijk. Zodat er ook wat aan gedaan kan worden. Nou, ja. Enschede, is dat een veilige stad? Ja, nou ja, het is ook maar hoe je het bekijkt. Dat blijkt ook wel weer. Jullie kijken er wat anders aan dan onze eerste 2 gasten. Wat in ieder geval gedeeld wordt, is dat er ruimte is voor verbetering. Dat, jullie gaan er ook mee aan de slag. Jij gaat ermee door, Jamal. Hartstikke goed. Zeker.
Ja, de volgende weken bespreken we nog vele andere thema's. De veilige stad, het wonen in de stad, gezondheid, onderwijs. Te veel om op te noemen. En mocht u nou denken, ik heb ook nog wel een onderwerp, een thema wat aan de orde moet komen. Meld het ons even via info@krachtvanenschede.nl. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer.